azijn. Je gooit het gedachteloos in je sla. Je mikt het in een emmer als je je ramen wil lappen. En sommige mensen pissen het als ze chagrijnig zijn. Maar je hebt ook azijn. Dat moet net als een goede wijn of als een stevige whisky minimaal 12 jaar lang rijpen. En kost soms wel duizenden euro's per liter. Balsamico. En dan hebben we het niet over die nep balsamico bij de supermarkt. Maar over echte, traditionele, natuurlijke balsamico. Maar wat is het verschil? Met andere woorden, azijn of niet azijn? Dat is hier de vraag. Modena, Italië. Eén van de enige twee plaatsen die volgens de Europese wet traditionele balsamico-azijn mogen maken. Hier in Villa San Donino produceert men dit zwarte goud al 200 jaar. Ze gebruiken maar één ingrediënt. Druivensap. Deze zoete Trebbiani-druiven moeten laat in het seizoen worden geplukt, wanneer hun suikergehalte op zijn hoogst is. Davide Lonardi is de derde generatie Lonardi die de wijngaard beheert. We can harvest the grape at the end of September. Okay. This is this kind of grape, because this is white grape, Trebbiano grape, and this is the typical grape for this production. De rozenstruiken langs de wijngaard staan er trouwens niet voor de show. It's like an alarm. When the roses are attacked by insects, yeah, I know that is the time to try the vineyards. Okay, they have the same. Yeah, okay. Same time. But these. Yes, this kind of insect. So this is the alarm. Yes. Now is time. Okay. Als de druiven alle insectenaanvallen en andere natuurrampen overleven, kunnen ze aan het eind van het seizoen geoogst worden. Romano Speciani pikt de zoetste druiven er meteen uit. Ho iniziato negli anni 60 anni fa. Om de azijn exclusief te houden, produceren de Italiaanse telers elk jaar maar 10.000 liter traditionele balsamico. Als de oogst is binnengehaald, gaat ze rechtstreeks naar deze 85 jaar oude ontsteelmachine. Of Dearest Patrice. De stelen worden uitgespuwd en het druivensap sijpelt weg door de gaten. Het zit nu alleen nog helemaal vol met pulp en pitten. Maar daar weet deze mechanische pers wel raad mee. Binnen een uur zijn 100 kilo druiven veranderd in 70 liter zoet sap, ook wel most genoemd. Zodra de most wordt opgezogen, begint de gist de suiker om te zetten in alcohol. Maar Davide wil niet dat zijn druivensap in wijn verandert. Hij zet de kookplaat aan om de gist te doden en het suiker te concentreren. What's the most important thing for traditional balsamico like this? A lot of grapes, time and passion. Without these elements, it's not possible to make tradition. Yeah. Om perfecte balsamico te maken, moet het suikergehalte precies goed zijn, 30%. Dat controleren we met de zogenaamde saccharometer. Het meet de dichtheid van de vloeistof. Hoe dichter de vloeistof, des te zoeter. Is it good now? Yeah, now it is perfect. Okay. We can stop. Van de gekookte most tappen we 3 liter af. Het ruikt echt al als balsamico. Maar hele jonge, dus dit heeft nog, dit heeft nog een jaar of 25 te gaan voordat het echt het echte spul is. En dan brengen we de kostbare buit naar een andere ruimte. Het gekookte druivensap moet namelijk nu in het zogenaamde moedervat worden overgebracht dat speciale azijnzuurbacteriën bevat van de productie van vorig jaar. So we have to take some out. Yes. And then put the other. And then we refill with the new one. Okay. Okay. Let's go. Een soort fietspompen. Zo. Dit is een. Dan hebben we dus die nieuwe, jonge. Die gooien we dus hierbij. Nu kan het gaan fermenteren. Er zit allemaal gisten, bacteriën in. De verse lading uit het moedervat moet mee naar boven. Wijn wordt gerijpt in ondergrondse kelders om het te beschermen tegen temperatuurschommelingen, waardoor het in azijn kan veranderen. Maar dat is nou precies wat Davide wil. Dus hij laat zijn most op zolder rijpen. Met het wisselen van de seizoenen variëren de temperaturen en dat helpt bij het vormen van de complexe zoetzure smaak van traditionele balsamico. Maar dat lukt alleen als het hier minstens 12 jaar kan rijpen. So David, this is your treasure room. Yes, this is the love for the aging of the traditional balsamic vinegar. This is the most important room of my house. Op zolder staan allemaal tonnen met balsamico als een soort matroeska poppetjes op een rij.
Hier rijpt de azijn. Maar elk jaar verdampt er meer dan een tiende van de vloeistof. Om te voorkomen dat het stolt, wordt elk vat aangevuld met vloeistof uit het volgende vat. En dat doe je natuurlijk met de mond. Dit is dus het eindproduct. Dit is gewoon, dit zit hier al meer dan 12 jaar zit het hier al in. En dat is ongeveer 1000 euro per liter waard. Mag ik nu op gaan zuigen? Naast azijnpissers bestaan er dus ook azijnzuigers. Het werkt als volgt. Eerst wordt er azijn uit het kleinste, oudste vat gezogen en apart gehouden. Dat kleinste vat wordt bijgevuld met azijn uit het grotere vat ernaast. Dat grotere vat wordt weer bijgevuld met azijn uit het nog grotere vat daarnaast. Dat wordt dan weer bijgevuld met azijn uit het nog veel grotere vat daar weer naast. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. De vaten zijn gemaakt van verschillende houtsoorten die elk een bepaalde smaak toevoegen. Als hier uit ieder vat azijn is gezogen en is bijgevuld, moet er weer vers afgetapte vloeistof van beneden aan deze circle of vinegar worden toegevoegd. Dit heeft dus al een jaar in een vat gezeten. En die begint nu aan zijn reis van minimaal 12 jaar nog door deze vaten. Nu het werk erop zit, neemt Davide me mee naar de villa van zijn voorouders. In dit historische pand, waar ooit de film Novecento is opgenomen, bewaart Davide een heel bijzonder familiegeheim. Ah, I thought that the other attic was the treasure room. This is the most important room. Yes. The secret room. The secret room, the secret yes. Room. These are barrels from 19th century. Okay. And you can see this particular size of barrel. Yes, yeah, different. Because in the past was for the transport on the donkey. And you can see here, this is particularly because you can understand the time. In many years, few drops of the product come out of the barrel and crystallize. Okay. And this is so this is this is crystallized, yes. Balsamico. Yes. And how old is the balsamico inside? It's more than 100 years old. More than 100 yes. years. And do you sell this? I use it. You use it? In my family, yes. Okay. De azijn die Davide wel verkoopt, tapt hij eens per jaar uit de kleinste vaten. Maar het azijnconsortium van Modena moet de azijn eerst goedkeuren. Dus volgt een grondige test door azijnexpert Enrico Nasi. Hij controleert de balsamico op smaak, geur en kleur. Die drie categorieën zijn weer onderverdeeld in allemaal subklassen als textuur, frisheid, harmonie, bouquet, intensiteit, consistentie en natuurlijk zuurheid. Aan al die categorieën worden punten toegekend. Traditionele balsamico van 25 jaar oud moet minstens 255 punten scoren. En dat komt bij elkaar uit op 273 punten. Dus het is genoeg voor een 25 jaar oude balsamico. En dan is het mijn beurt om te proeven. Tutti in bocca tu. In bocca. Poi lingua, muovila. Scaldalo, muovila. Sempre lingua contro palato. Het is echt geweldig. Eerst komt het zo'n hele zachte, zoete gloed in je mond en ineens pat, dat zure doorheen. Het is echt een sensatie dit. Is het goed? Ja. Bene. Bueno. Oké. Na goedkeuring wordt het gebotteld in speciaal ontworpen flesjes van 100 milliliter. Afhankelijk van leeftijd en herkomst kan balsamico wel 3000 euro per liter opbrengen. Evenveel als twee kisten vintage champagne. Maar waar kun je azijn voor die prijs nou het beste bij gebruiken? You can use it where you want. For example, you can use on the Parmigiano Reggiano. Or salami. Ice cream. On the ice cream, really? That's one on the ice cream. Wie had ooit gedacht dat 25 jaar oude balsamico nog het beste smaakt op een bolletje ijs? A match made in heaven. Zet de camera maar uit, ik eet even door.